De verschillende kinderrechtenorganisaties in Suriname zullen de koppen bij elkaar steken om Surinaamse kinderen beter te beschermen. Dit zei minister Ferdinand Welzijn, waarnemend minister van Justitie en Politie, vandaag tijdens het symposium Samenwerking en bewustwording voor de kinderbescherming in Suriname. Dit symposium is gehouden in verband met de herdenking van het 110-jarig bestaan van het Bureau Familierechterlijke Zaken. De minister stond stil bij het leed dat ouderen kinderen kunnen aandoen. Alle ketenpartners, alle actoren, iedereen die zich enigszins verantwoordelijk voelt, en dat zijn we allemaal, want we zijn ook opgegroeid, we waren ook kind geweest en we willen het beter hebben dan, we willen dat onze kinderen het beter hebben dan wij het hebben gehad. En we leven in die samenleving, we weten dat ook juist onder deze, in deze tijd kinderbescherming een bijzondere aandacht geniet van ons als volwassenen. Er is helaas ook zo dat het nog eens volwassenen die het onmogelijk maken, het zijn dan onze volwassenen, die het onmogelijk maken dat kinderen vrij van last opgroeien. Prettig is het dan te weten dat er in ons land zoveel organisaties zijn die zich willen inzetten voor het Surinaamse kind in de knellen. Waarnemend directeur van het Bureau Familierechterlijke Zaken, Astrid Kandai, benadrukt dat het bureau voor alle kinderen in Suriname werkt. Een kind in de knel kan zijn bijvoorbeeld dat het kind thuis, dat het thuis niet goed gaat, een kind dat mishandeld is of misbruikt is en bij ons terechtkomt samen met misschien ouders of verzorgers of een derde. We gaan dan kijken wat we samen met het kind de ouderen verzorgen kunnen doen. Komen we er niet uit, dan doen we dat via de rechter. Wel is het zo dat het hoogste belang voor ons altijd het kinderbelang is. Astrid Kandai, waarnemend directeur van het Bureau Familierechtelijke Zaken, vandaag tijdens het symposium Samenwerking en bewustwording voor de bescherming van kinderen in Suriname. Het congres is gehouden in het Lalaroek-gebouw.